De collega's en jij weten dat het werk niet altijd even lekker loopt, maar waarom? Daar komen jullie niet achter. Herken je dat? Process mining is de methode om je hierbij te helpen. Bij process mining worden de echte werkprocessen getoetst aan de plannen en theorie, en dat geeft veel inzicht en transparantie. Hoe het precies werkt en waarom dit belangrijk is, ga ik jullie in de komende 6 minuten en 40 seconden uitleggen. De realiteit ziet er meestal anders uit dan het ideaalbeeld. Zo is het ook bij bedrijfsprocessen. Die zijn in werkelijkheid vaak complexer, ongestructureerder en verlopen minder eenvoudig dan de beschreven en gedocumenteerde versies. Ook de manier waarop medewerkers denken dat de processen verlopen en hoe ze echt verlopen verschilt enorm. Dat zie je duidelijk in dit voorbeeld van een inkoopproces. Links staat het proces zoals een medewerker het beschreven heeft, rechtlijnig en overzichtelijk. Aan de rechterkant staat het echte inkoopproces, gevisualiseerd door een process mining applicatie. En zoals je ziet, is het echte proces veel complexer. Het probleem is dat de verkeerde informatie ook tot verkeerde beslissingen leidt. Weet je het nog? In 2010 zou Sven Kramer het Olympisch goud op de 10 kilometer winnen. Maar op aanwijzing van coach Gerard Kemkers maakte hij een verkeerde baanwissel: weggoud. Verkeerde informatie kan ook een kritiekprobleem binnen een organisatie zijn. En daarom is het belangrijk het verschil tussen de realiteit en het ideaalbeeld te begrijpen. Maar hoe ontstaan die verschillen eigenlijk? Als eerste extra werk. Medewerkers besteden veel tijd aan herhaald werk, extra stappen en andere vormen van rework. Maar met deze extra tijd wordt geen rekening gehouden bij het beschrijven van de processen. Het benadeelt ook klanten die niet in één keer goed geholpen worden. Van first time right is dus zeker niet altijd sprake. Ten tweede, uitzonderingen. Meestal worden processen beschreven zoals ze zouden moeten lopen volgens de bekende happy flow of sunny day scenario's. Uitzonderingen worden voor het gemak vergeten, maar die uitzonderingen zijn er wel en die vragen vaak om een aparte behandeling om het proces goed te laten verlopen. Hierbij wordt dus afgeweken van de eenvoudige gedocumenteerde processen. Dan zijn er nog de olifantenpaadjes, van die sluiproutes, vernoemd naar de platgestampte paden door olifanten op weg naar de drinkpoel. In ons werk gebruiken we ook sluiproutes, vaak zonder dat we er erg in hebben. We snijden routes af of korten het proces in. De gebruikte route om tot het gewenste resultaat te komen ziet er dus heel anders uit dan de beschreven route. Maar het grootste probleem is dat we vaak überhaupt geen idee hebben hoe het proces echt loopt. Het is bijna onzichtbaar, net als de giraf op deze foto. Als niet glashelder is welke stappen er feitelijk worden doorlopen, is het onmogelijk om afwijkingen en knelpunten te signaleren. En als je geen zicht hebt op het werkelijke procesverloop, kan je het ook niet verbeteren. Hoe komt het dat we hier vaak geen zicht op hebben? Iedereen heeft een subjectief beeld. Medewerkers hanteren een net iets andere volgorde, leggen de nadruk op andere stappen en signaleren andere problemen. Tijdens zogenaamde brown paper sessies wordt vaak geprobeerd al die opvattingen als een legpuzzel samen te voegen. Maar dat lukt lang niet altijd. En dus ontstaat er een verschil tussen het beeld van de processen en de realiteit. Daarnaast ziet iedereen vaak maar een deel van het proces. Elke medewerker doet zijn eigen stuk, maar heeft weinig zicht op wat er voor en achteraf gebeurt. Zo heeft niemand een totaalbeeld van de hele keten. Problemen bij de onderlinge overdracht of problemen door de hele procesketen heen worden dus onvoldoende opgemerkt. Bovendien is een werkproces net zo veranderlijk als het weer. Het wordt voortdurend aangepast, bijvoorbeeld door veranderende klantbehoeftes, nieuwe wetgeving of reorganisaties. Die aanpassingen worden meestal niet verwerkt in de beschreven processen, die hierdoor snel verouderd en nutteloos zijn. Ze eindigen als waardeloze stapels papier. Ten slotte, vooral bij IT-gebaseerde informatieprocessen is het moeilijk om te zien wat er exact gebeurt. Op een fabrieksvloer is direct zichtbaar wie er werkt en wat ze doen. In een kantoor zie je mensen achter de computer of aan de telefoon werken, maar wat ze nou precies doen, dat is lastiger te zien. Deze processen zijn minder tastbaar. Daarom moet het echte procesverloop inzichtelijk worden gemaakt. Pas als het huidige proces helder en transparant is, dus inclusief al het herhaald werk. Uitzonderingen en olifantenpaatjes, pas dan kan er worden nagedacht over verbeterstappen richting de gewenste situatie. Zonder accuraat procesmodel is elke analyse of verbeteractie gebaseerd op drijfzand. Dat procesmodel verkrijgen we door te kijken naar alle data die door de IT-systemen is vastgelegd. Het voordeel van de toenemende automatisering is dat er een overvloed aan beschikbare data is. Alles wordt geregistreerd en opgeslagen. Door die data te analyseren en te evalueren ontstaat er een duidelijk beeld van de werkelijke processtappen, inclusief de knelpunten en afwijkingen van het ideaalbeeld. Hier zie je hoe process mining werkt. Het operationele proces legt data vast, bijvoorbeeld in een database of logfile algoritmes in process mining applicaties destilleren uit de ruwe data een accuraat model van het feitelijke proces. Dat model is dus gebaseerd op objectieve, complete data en vormt de ideale basis om verbeteringen door te voeren. Dit is een voorbeeld van transactionele data vastgelegd door IT-systemen. Je ziet hier een heel klein stukje van een gigantische verzameling aan data. Het is onmogelijk om zo'n hoeveelheid aan data met de hand te analyseren. Je kunt dus zelf alleen kijken naar een individuele casus, maar niet naar het geheel. Met Process Mining kan dat wel. Process Mining visualiseert het onderliggende proces. Hier zie je nog eens een voorbeeld van een inkoopproces dat via Process Mining inzichtelijk is gemaakt. In het model herhalen en animeren we het werkelijke gedrag. Iedere gele stip is een inkooporder die door het proces loopt met de volgorde en de snelheid zoals dat werkelijk gebeurde. De drie belangrijkste voordelen van process mining zijn dat het objectief, volledig en snel is. Objectief, want het is gebaseerd op data en niet op veronderstellingen. Volledig, omdat de analyse wordt gemaakt op basis van alle beschikbare gegevens van het proces. Uitzonderingen en varianten worden dus ook meegewogen. En snel, omdat alles volledig geautomatiseerd verloopt en op ieder moment herhaald kan worden. Normaal gesproken gebruik je KPI's om te zien of een proces goed werkt. Hier zie je er één voor de doorlooptijd van afgehandelde verzoeken binnen een HR-afdeling. In 80% van de gevallen wordt een verzoek binnen de gestelde norm van 14 dagen afgehandeld. Bij 20% lukt dat dus niet en gaat er iets mis. Maar wat? Dat weten we nu niet. Met process mining is wel te achterhalen waar het misgaat door het proces van binnenuit te bestuderen. Links zie je de 80% die binnen 14 dagen zonder problemen was afgehandeld. Aan de rechterkant bevat het pad echter opvallende vertraging door interactie met een specialist. Dat blijkt de kernoorzaak van de te lange doorlooptijd bij de overige 20%. KPI's functioneren eigenlijk als een thermometer. Ze kunnen je vertellen dat er eigenlijk iets mis is, maar niet wat er mis is. Net als je thermometer kan uitwijzen dat je verwarming niet goed werkt, maar niet waarom. Met Process Mining kan je, als het ware, een röntgenfoto van het werkproces maken om aan de binnenkant te bekijken wat er echt gebeurt. Zo ontdek je snel de werkelijke kernoorzaken van problemen en knelpunten. Hopelijk heb je iets opgestoken van deze presentatie en vond je het interessant. Heb je vragen of opmerkingen? Voel je vrij om contact met ons op te nemen. Neem ook gerust contact op als je je eigen processen wil laten analyseren. Dan maken we een afspraak voor een demo. Bedankt voor je aandacht.